Wow, ik heb een pakketje! Yo gasten van Omenstormenel, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe unboxing voor jullie. En het is een heel kek paars pakketje. En dan denk je natuurlijk, wat de fuck zit daarin? Ik kan jullie dat allemaal uitleggen. Twee fingerboard video's achter elkaar, super nice. Vandaag heb ik een tof klein pakketje voor jullie. Maar ik denk dat deze video lang genoeg gaat duren. Waardoor ik zoiets had van, hier wil ik toch nog wel een video over maken. Laat ik niet langer wachten. Laat ik jullie niet langer in spanning houden. Waarschijnlijk weten jullie al wel wat erin zit. Want dat heb ik in de titel en in de thumbnail staan. Dus dit is van Ducky Dex. Dit komt helemaal vanuit Amerika. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn en hoe de grip is. Ik heb namelijk twee pakketjes Ducky Tape besteld en die zitten hopelijk hierin. En ik heb helaas geen bordje. Ik wilde graag een onzichtbaar bordje. Het leek me namelijk super vet om er zo eentje te hebben. Maar helaas waren die uitverkocht, dus kon ik die niet bemachtigen. Dus we moeten het doen met alleen maar de clear grip tape. Ik ga denk ik vandaag op deze twee bordjes de rip tape doen. Om te proberen deze rip tape. Dit zijn twee keer de AliExpress rip tape. Op dit bordje heb ik de Yellowwood rip tape. En die vind ik toch echt heel erg chill. Dus deze laat ik hier op zitten. Maar hier ga ik het wel veranderen. Dus we gaan het ook gelijk uittesten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken en zo. Dus nou, we gaan gewoon in ieder geval het pakketje even openmaken. Oké, misschien had ik hem gisteren al even opengemaakt op mijn livestream. Twitch.tv/almostnormal. Kom er ook gewoon gezellig bij kijken. Maar hier gaan we dan. Ja, dit is eigenlijk gewoon het enige wat erin zit. Of zit er nog meer in? Oh, er zit nog meer in, joh. Wacht even. Een Ducky Tape sticker. Een Duck Dex sticker. Eenie, mini, mini, mini. En dat is het. Dan is het pakketje verder zo goed als leeg. Je kan het niet zien, maar hij is leeg. Wel grappig dat het in het paarse pakketje zit. Je ziet altijd in wit. Dat is wel leuk. Kleine details die zo'n company wel toffer maken. Alright, dan heb ik hier dus de rip tapes. Twee pakketjes. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er gelijk twee heb besteld. Maar ik heb nu 6 rip tapes. Dus waarschijnlijk dat ik er of misschien met deze een keertje meeneem naar een meetup. Zodat jullie het ook kunnen proberen. Of misschien vind ik het zo chill dat ik het op allemaal bordjes doe. Want het is natuurlijk best wel uniek. Het is doorzichtig. Dus je kan gewoon de kleur van je deck er doorheen zien. Dat is wel cool. Alright, we gaan eventjes één pakketje in ieder geval openmaken. En dan ga ik eens voelen hoe grippy het is. Dit is echt wel wat ik heel lang al wil doen. Het is zo grippy. Het blijft zelfs aan het plasticje zitten. Oké, dan gaan we. En hier heb ik dan de manier hoe ik het moet doen. Ik moet dit doen met een mesje. Starting at the center of the deck, working outwards. Oké, dan gaan we nu eens even kijken. Het plakt echt heel erg aan elkaar ook gewoon. Oh, er zitten nog meer stickers in trouwens. Oh, dit is ook gewoon een sticker. Dit is een heel groot stickertje. Nog zo'n Ducky Tape. En nog een Ducky Tech sticker. Ja, leuk. Doen we niks mee. Dit zit echt goed aan elkaar vastgeplakt ook. Zo, wacht even. Maar dit is een partij grippy, hé. Dit is 10 keer zo grippy dan normaal rip tape. Holy shit, dude. Holy shit. Mijn vingers kunnen geen kant op. Maar... Genoeg? Genoeg. Damn, dude! Zo, het ruikt echt heel chemisch. Oké, ja, heel simpel. Er zit maar één ding op. We gaan fucking een bordje in elkaar zetten. Het voelt super grippy. Dat hebben jullie denk ik al wel gemerkt. En het is echt al... Een beetje, ja, het is gewoon een stuk rubber lijkt het wel. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat voelen, joh. Of dit chiller is of niet. Je kan ook te veel grip hebben en dat is dan ook weer niet nice. We gaan kijken hoe dit uitpakt. Jongens, ik neem jullie mee. Alright, voordat ik dit allemaal ga doen, laat ik nog heel even snel zien in close-up. Want ik weet niet of jullie het net goed hebben gezien. Dit zijn de stickers. Zijn wel cool, zijn gaaf. Niet heel bijzonder. Jullie weten wat ik doe met stickers, helemaal niks. En dit is dan de rip tape. En deze rip tape is zoals je kan zien zo goed als onzichtbaar. Ja. Er is geen rip tape eigenlijk. Nou, dit wordt een enorm klusje. Want het afhalen van rip tape is gewoon een klote klus. Mijn mening van wat het makkelijkst is gewoon met je duim zo naar voren gaan. En dan gaan we zo rustig het rip tape eraf halen. Mocht het nou niks zijn, wilde ik sowieso al een keertje nieuw rip tape op dit bordje doen. Omdat ik het gewoon best wel irritante rip tape vind. Omdat het, ja, het is heel foamy en het is niet heel grippy. Op een gegeven moment krijgt deze rip tape dat wel. Alleen dan hak ik dus bij deze. Alleen nu is het op zo'n... Het is te zacht of zo. Dus
Het is niet heel erg prettig. Dit is die AliExpress riptape waar ik het over heb trouwens. En dan moeten we hem zo meteen waarschijnlijk ook nog even een beetje poetsen. Omdat hier zo zie je nog een beetje dat plakspul. Dat wil je natuurlijk niet eronder hebben. Dus dan moet je moet gewoon heel veel kracht zetten zo met je duim. En dan kan het er op zich allemaal best wel makkelijk nogal vanaf. Ik zie jullie zo meteen terug als ik de rest van het bordje klaar heb. Want anders dan duurt deze recording een uur. Want dit is best wel gewoon een klootklusje. Oké, de riptape is er nu vanaf. Ik ga even met een schoonmaakdoekje er nog langs. Zodat het een beetje nog schoner wordt. Even weer een beetje gaat glimmen. Zo te zien helpt dit om het wat schoner te maken. En om de andere losse delen er nog bij mee te nemen. En dan denk ik dat ik ook eventjes een stickertje erbovenop ga plakken. Want dat kunnen we er ook doorheen zien. Dus misschien is een leuke sticker ook wel een coole toevoeging. Om dit bordje nog vetter te maken. Even kijken of ik een goede sticker kan vinden. En ik ga hem nog even schoonmaken met een droog doekje. En dan is die er klaar voor, denk ik. Alright, ik heb gevonden wat ik erop ga doen. Het duurde ook echt veel langer dan ik had gehoopt. Maar ik ga twee dingen van Yellowwood zelf erop doen. Dat leek me wel leuk. Het leek me wel leuk om de Yellow Life en de Yellowwood sticker erop te doen. Dus dat gaan we ook gewoon even doen. Voor het eerst ook dat ik stickers ga gebruiken op een setup. Maar dat is wel mooi. Dan weet ik ook gewoon gelijk wat de tail is. Wacht, ik doe hem al hier zo. It's the Yellow Life. Let's go. Zo, dan heb ik twee stickers erbij. En dan kunnen wij ook, ik hoop dat jullie het goed hebben gezien, want ik zat echt heel erg uit frame. Ik kan namelijk niet zo goed zien wat ik aan het doen ben. Maar twee stickers, Yellow Life en Yellowwood. Dan gaan we nu het tapeje erbij pakken. Dit is moment supreme. Ik moest hem vanaf midden af naar buiten doen. En ik moet oppassen waarmee ik hem vasthoud, want de fingerprints die er aan de onderkant komen, die zul je dus altijd blijven zien. Dus ik ga het echt maar in de hoekjes doen. Oké. Moment supreme. Eerst het midden beginnen. Ga ik goed uitkomen? Ja. Oké. Midden beginnen. Oh god. Ja. Oké. Oh god. Oh nee. Oh, dit gaat helemaal mis. Oké, en dan duwen. Nee! Ik zit niet goed! Oh my no! Bro! Hey, dit is echt klote. Pest ik het zo erg! Oh! Ik kan het niet afhalen. Mesje is gepakt. Oh jawel. Gewoon wat meer zo doen. Kijk, ik heb dus wel echt een mesje nodig om dit eraf te halen zo. Nou, dit is dus ook een reden waarom ik altijd twee pakketjes of zo koop. Omdat het nog wel eens fout kan gaan. En dan heb ik altijd extra als het nodig is. Dus echt balen. Maar ja, het is wat het is. Gelukkig hebben we nog een tweede kans zometeen op de flatface boordje. We gaan hem even eraf halen. Oké, ik ga de batterij verwisselen. Jullie zien het terug als ik klaar ben. En dan zien jullie gelijk of het gaat werken. Alright, we zijn er. Hij is klaar. Met het lelijke stukje hier. Zoals jullie kunnen zien, hij is zo goed als onzichtbaar. En de zijkanten ziet er zo uit. Het ziet er wel echt lijp uit, hè? Het ziet er echt cool uit. Oké, wacht. Komt hij, hè? Eerste trucje. Mijn vingers zijn nog helemaal plakkerig, doe. Oh, dat ding is ook nog plakkerig. Er zit ook nog shit op. Veel grip. Oh, dit voelt echt apart. Wat? Oké. Hij blijft zo erg plakken aan mijn vingers. Dit is echt gewoon chill gewoon. Kom op. Ja joh! Oh, dit is wel sick. Naast dat het er natuurlijk ook gewoon super vet uitziet. Even eerlijk. Dit is wel sick. Het voelt alsof ze er aan vastplakken. Maar ze plakken er niet aan vast. Dit is weird. Het is weird. Het is wennen. Oké, wat ik wel veel doe en wat ik merk wat nu een beetje lastiger is. Wat ik veel doe is, ik glij echt met mijn vinger. En met deze, je kan niet glijden. Dus je moet
Je moet je vinger al goed hebben liggen of zo. Dat is wel een beetje een dingetje. Want het is zo sticky. Het voelt meer als plakband aan. Dan echt als rip tape. Dus dat is wel... Je kan ook zien. Ik kan mijn vinger bewegen. En met deze... Je kan het gewoon echt niet bewegen. Het is super sticky. Ik denk dat het een kwestie van gewenning is. En dat het dan nog misschien wel eens mega chill kan zijn ook. Alright, ik ga het ook nog even doen voor deze. Maar dan laat ik jullie weer in. Ik call jullie weer in als ik ermee klaar ben. Dus dan zie ik jullie zo meteen terug. Deze keer gaan we hem even wat anders doen. Zodat ik zeker weet dat het goed komt. We gaan hem goed plakken dit keer. De vorige keer, ja, er wordt gezegd van je kan het beter vanaf het midden naar de achterkant doen. Ik ga het dit keer anders doen. Ik ga namelijk even heel eigenwijs vanaf de voorkant naar de achterkant. En dan ga ik het op deze manier doen. Dan moet ik hem even kijken. Moet ik hem wel echt goed recht plakken. Dus dit is wel even een stressmoment. Hier. Supermooi. Deze is echt super goed gelukt. Dan gaan we ook deze eventjes weghalen met het mesje. En dan zie ik jullie terug wanneer ik klaar ben. Dan zien jullie mij zo meteen. Tadaa. Zo. Dat is dan de Burlingwood. Met het doorzichtbare tapie. Als ik hem even wat scherp kan stellen. Hartstikke flatsie. Het doorzichtbare tapie. De ducky tape. Aan de zijkant ziet het er echt wel apart uit. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik kan namelijk zelf niet zien of ik nu in scherpte ben of niet. Maar aan de zijkant ziet het er wel apart uit. En ja, het is gewoon heel erg sticky. Laten we teruggaan naar het begin. Dan ga ik jullie nog één keer even goed laten zien hoe het eruit ziet. En dan zijn we klaar. Ja, dit is best wel cool eigenlijk, dit spul. Alright, daar zijn we weer op de plek waar we net begonnen. Ja, de ducky tape. Wat vind ik ervan? Het is bijzonder. Het is bijzonder. Dat is het enige wat ik echt kan zeggen. Het is heel erg wennen. Dus ik ga er nog wel even een beetje mee klooien voordat ik een volledige review kan geven. Want dan ben ik toch benieuwd hoe goed met de tricks gaan lukken met de ducky tape. Aangezien het echt super grippy is. Aan de ene kant is het wel fijn. En ik merk ook wel dat de ducky tape sowieso wat zwaarder is. En persoonlijk vind ik zwaardere fingerboards wat beter. Want dan heb je meer controle over je boardje. Omdat het wat zwaarder is. Dan weet je of je wat meer of wat minder kracht moet zetten. Waardoor dat een stuk chiller is. Dit was een beetje de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was de Ducky Tape unboxing. Gewoon, ja, onzichtbare rip tape. Het is best wel cool. Mocht jij nou ook willen dat ik iets anders unbox. Of iets anders geks wat jij kent van fingerboarden. Zoals, nou ja, onzichtbare rip tape of whatever. Laat dat dan even weten. Dan ga ik dat ook waarschijnlijk kopen en unboxen. Want ik vind het super vet om te doen. Ik hoop dat jij in ieder geval deze video leuk vond. En zoals altijd zeg ik, like, abonneer, reageer. Stay clear. Snap je de grap? En tot de volgende keer. Oké, later!